Welkom allemaal. Jan, dus niet op terras gezeten, want dat was half België zat op een terras. Hè. Nee, eigenlijk niet. Ik moest van jullie naar die wedstrijd kijken. Oké. Je bent wel al naar een match van Feyenoord gaan kijken. Hè? Dat mocht ja, in het stadion, ja. Mochten 6.500 man mochten we toen. En hoe was het, ja? Bedoel je de wedstrijd of... Alles samen zo, ja. De wedstrijd was waardeloos. 0-0, hè? En, ja, maar daar weer te zitten was fantastisch. Er was maar 6.500 man, maar je hebt gelijk een andere sfeer. Mm-hmm. Je weet dat het ergens om te doen was. Dus ik wist eigenlijk, dan ga je het hebben, een uienpartij. Maar ik was zo blij dat ik in het stadion zat. Want ik wou een zaterdag proberen om naar Barcelona te rijden. Ja, te rijden met de auto? Ja, om twee kaarten. Ik had twee kaartjes gevraagd. en dan weer gelijk terug, maar ja. Voor Barça Atletico kon je kaartjes vragen? Ja, dat gevraagd. Ja, ook 0-0. Ja, want ik wou nog, weet dat? Maar heb je ze ook gekregen? Nee, toch? Nee. Nee, voilà. Nee, allemaal... Oké. Okay. Maar dat is toch ook geen volk? Dat zat toch geen volk? Ja, dan schijnt het de 25.000 man. Maar nee. Er zat niemand. Nee, er zat niemand. Want ze zeiden socio's gaan voor, zeiden ze. Serieus? Nee, maar er zat echt niemand. Er zat niemand. Koeman zat er. Die mag bij 90 lukken. Dat hebben we een Feyenoord, eigenlijk een seizoen in mineur, mogen we dat zeggen? Een matig seizoen. Speelt Feyenoord in België? Nee, maar gisteren weer die nederlaag tegen Ajax. Het was ook een uienpartij, zou ik durven zeggen. Het liep niet de beste, Jan. Nee, dus dat kan je wel zeggen. He, dus dit doelpunt. Dat is een klote goal die own goal, ja. Je zegt gewoon gluiperig te lachen, Frank. Mocht je nee, ik dus dat was ja, waardeloze goal. Ja. En toen lag hij nog niet onder. En een penalty missen ook. Ja. Het was echt wel de dag van Feyenoord. Stonden ook al met 10, hè? Ja, ja. Ajax, ja. Maar dan Feyenoord ook. En hier nog eens een own goal. Ja, ja. Dit afgewerkt was haps, hè? Dit. Niet? Dit was haps. Hij moet je smoel houden, ja. De Ajax ziet, man. Ja, natuurlijk. Maar ben jij nog... Waarom begin je ineens over Feyenoord, hè? Ja, ik bedoel, jij bent toch een Feyenoord. Maar dat blijft toch je eerste club? Nee, fantastische club. Ja. Dat is echt een wereldploeg. Doet het extra pijn dat tegen Ajax is, die nederlaag? Of? Nee, omdat je... Zodat ze gewoon veel beter zijn. Ja, je gaat zitten. Dus ik ga zitten en ik hoop altijd dat ze winnen. Of ze nou goed spelen of slecht spelen. Ja. Dat interesseert me geen fluit. Ik wil gewoon dat ze winnen. Maar ga ik naar andere ploegen kijken... Dan wil je dat ze goed spelen. En wil ik dat ze goed dat kan genieten. Ja. En dan zeg ik, ja, waardeloze partijen. Maar Feyenoord, ja. Je hebt materiaal wat van Ajax beter is. Ja. Nou, dan leg je onder. Maar door de instelling... Ja, kan je soms iets flikken. Mm-hmm. Nou, en dat is... dat is niet aan. Feyenoord 1 is RWDM, Club 2? Of hoe gaat dat precies in je hart? Nee, RWDM. Feyenoord is gewoon altijd mijn ploegje geweest. Maar RWDM... Omdat RWDM was anders. Omdat ik dus vooral en nog steeds met de familie Lecluse omga. Dus daar ga ik met Robert ga ik nog steeds om. Uh-huh. Nou, dat was natuurlijk heel anders. Nou, RWDM, ja, dat is RWDM, maar... Ja. RWDM 48 of zo, ik weet niet precies. Ja. Dus ik heb daar niks mee. Oké, we hebben hier een boek van iemand gekregen. Ik kreeg een mail deze week van een Juri Janssens. En die zei, ik heb mijn zolder opgekuist. Laat dat nog even zien. En ik heb daar een boek in gevonden, een knipselmap. RWDM, er staat bij 74-75. Maar het is en later ik, ook, hè? Ik heb dat, ja, het is ook later. Ik ben daar even in aan het snuisteren geweest en... er vielen me twee dingen op. Boskamp toch naar Ajax? Vraagteken. Ja. Dus die grote Feyenoord, die grote Rotterdammer, was blijkbaar toch klaar om naar Ajax 100%. Te verkassen. 100%, oké. Okay. Dus dat klopt dan. Wel met Tjolaling, klopt dat? Nee. Ja. Ik, het staat in de kamp. Johan Cruijff, die zou terugkomen naar Ajax. Ook teruggekomen naar Ajax. Ja. En die wou erbij. Waar mij hebben. Ja, ik moet met de kleren lopen voor Johan dan. En de bal inleveren. Jij moest de neeske zijn van... Ja, dat is oké. Okay, noem me aan. Ja. Nou, zou het gedaan hebben ooit? Ja, 100%. Maar ik werd afgekeurd. ik was in Maastricht. Ja, ik weet niet hoe die dokter me heet, maar de dokter van Ajax. En, maar dan werd ik net geopereerd aan een meniscus. Dus er zat speling op mijn knie. En toen... Het was van de RWDM dat je naar Ajax eventueel geweest maar is. Ja, maar dat was puur... Ja, ik kon niet met Wiel Curve opschieten. De coach, ja. En daarom had dat dat echt mijn revanche geweest. Ja. Okay. En dan stond er ook nog een tweede artikel in. Gouden klomp voor Boskamp. En dat is een soort column
Waarin je eigenlijk de maat wordt genomen, Jan. Want dat weet ik wel. Ik lees een paar dingen. Hè. Boskamp heeft al vaak gesteld dat hij zegt wat hem op de tong ligt. Maar in het interview dat het Nederlandse Algemeen Dagblad vorige zaterdag publiceerde, getuigt Boskamp niet zozeer van openhartigheid, dan wel van minachting ten opzichte van de Belgische voetbalwereld in zijn totaliteit. Wacht, er komen nog mooie dingen. Over zijn aanpassingsmoeilijkheden bij RWDM en te Wemmel, waar hij woont. We vertrekken hier absoluut. Ze geloven het niet bij de club, maar dat merken ze dan nog wel. Eigenlijk had ik het hier al na 3 maanden gezien. Maar het succes heeft het een tijdje gecamoufleerd. Bovendien wilde ik me niet laten kennen. Maar we kunnen hier echt niet wennen. Natuurlijk ligt dat ook aan onszelf. Ik heb moeite met de Belgische mentaliteit. Ook de collegialiteit valt me tegen. Ja, maar gelukkig. Lekker, ja. Leg het maar uit. Ja. Nee, ik wou gewoon weg. Je bent nooit weggegaan. Nee, want ik wou gewoon weg. Maar toen moest ik op hangende pootjes terugkomen, omdat ik werd afgekeurd. Je krijgt het van Jurie Janssens. Nee, dan moet ik het niet meer hebben. Jawel, die man heeft echt wel... Ik denk dat het een mooi boek is voor je. Ja, klasse. Ja. Knipselboek. Nee, dat was in die tijd dat ik dus naar Ajax zou misschien geweest zijn. Gooide je kon tegen de krip, zoals ze zeggen. Je was even... Ja, 100%. Ja. Maar jij zou naar Ajax gegaan zijn als echte Feyenoordman. Ja, ik had inderdaad naar... En waarom zou je dat dan gedaan hebben? Clubliefde. Nou, mijn revanche was op de coach. Vooral naar die man is nu overleden, dus Wielke. Moet je niks meer over zeggen. Maar dat was gewoon, voor mij was dat pure revanche. Plus dat Jopie aan je vraagt van, Hey, kom je wel. Daar naartoe. Nou, dan denk niet dat. Kijk, en Cruijff is ook ooit naar Feyenoord gegaan, dan komt Boskamp ook wel naar Ajax. Nee, maar hij is naar Feyenoord. Dat was twee jaar later. Ja, en was kampioen geworden. Die speelde die op gewoon op vraag speelde die. En dan werden ze kampioen en ze pakken de beker. Ja. Dat was niet normaal. Oké,